Voor mensen die de ellende van de multiculturele samenleving op hun dak krijgen. En die heeft u niet in Bilthoven, die heb ik niet in mijn straat. Maar ik kom wel voor die mensen op die die ellende wel moeten dragen en u niet. Voorzitter, ik kom met een inleiding naar een aantal moties die ik wil indienen. Want wij vinden dat de provincie niet moet meewerken aan een kabinet dat ons financieel en cultureel naar de afgrond leidt. Ook de provincie moet in verzet komen. In verzet komen omdat de verzorgingsstaat niet samengaat met de massa-immigratie. In verzet komen omdat buurten onleefbaar worden. In verzet komen omdat al deze asieleisers uit gebieden komen waar antisemitisme vanzelfsprekend is. Kijk naar de onderzoeken van Pew Research. Die tonen dat haarfijn aan. Dus voorzitter, ik kom met een motie om de opdracht die minister Plasterk heeft gegeven simpelweg terug te geven. Want een zeer ruime meerderheid van de bevolking wil niet nog meer asielzoekers. Genoeg is genoeg. Laat Plasterk en Dijkhoff zelf maar plekken gaan zoeken. En voorzitter, wij willen ook niet dat de provincie structuurvisies en verordeningen gaat aanpassen om opvanglocaties te realiseren. En ook hebben we een motie om de besluiten van gemeenteraden die niet willen meewerken aan het huisvesten van asielzoekers te respecteren. En tot slot, voorzitter, in het coalitieakkoord staat dat GS de bevolking vooraf uitnodigt om mee te praten over het beleid dat ze gaan voeren. Het kan toch niet zo zijn dat ze op dit onderwerp dat niet zullen doen. Dan zou het college geknipt voor de neus waard zijn. Maar toch voor de zekerheid de motie. Ga eerst bij de mensen te raden en ga dan naar de minister voor opvanglocaties eventueel. En publiceer die opvanglocaties zodra ze bekend zijn. Ik dank u wel. Dank u wel.